Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 9 april. Er is veel bewolking boven Nederland en vooral in het westen valt er ook af en toe regen. Ook in het noorden kan hier en daar een buitje vallen. De zon heeft het maar moeilijk. Temperaturen liggen vanochtend zo tussen de 11 en de 14 graden en er zat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Overmiddag blijft de bewolking overheersen. Het oosten en zuidoosten kan de zon misschien af en toe doorbreken en kan de temperatuur nog oplopen naar een graad of 22. Later vanmiddag, maar vooral vanavond, vallen er in het zuiden van het land hier en daar een paar buien. Ook in het westen is er kans op een bui, mogelijk ook met onweer en hagel. En morgen is het een dag met vaak veel bewolking. Alleen in het noorden schijnt de zon volop. En dat is in eerste instantie, want later neemt daar ook de stapelwolking toe en gaan er een paar stevige buien vallen. Morgen ligt juist de maximumtemperatuur het hoogst in het noorden van het land. En ook de dagen na blijft het licht wisselvallig weer met temperaturen over het algemeen tussen de 15 en de 20 graden. Iedere dag is er wel kans op een bui, maar er zijn zeker ook zonnige momenten en lange droge periodes.